Vooraleer we terug vertrekken, laat ik u nog enkele beelden zien van onze kamer in het hotel. Zoals je kunt zien is de kamer aan een serieuze opfrissing toe. Je komt er zelfs beestjes tegen bij het douchen. Buiten is alles oké. Het ontbijt was poverkes maar te eten. In elk geval, zoals je zult zien op de beelden, is er toch één ster van naar beneden gevallen. We zullen weer terug door het prachtige landschap rijden, afwisselend met natuurgebieden, dorpjes en landbouwgebieden. We stoppen onderweg voor een plaspauze in een taverne langs de baan met een mooie tuin. Het Atlasgebergte kan men in drie delen opsplitsen. In het oosten van Marokko ligt het Midden-Atlasgebergte. Hier heeft het gebergte toppen tot 3000 meter en bestaat voornamelijk uit zand en kalksteen en is vrij vruchtbaar. Zuidelijk gelegen bevindt zich het Hoge Atlasgebergte met als hoogste punt 4165 meter. In het gebergte vind je oude Berberdorpjes in een barre maar prachtige omgeving. De dorpjes zijn alleen te voet te bereiken. Het is er daarom erg rustig. Westwaarts ligt het Anti-Atlasgebergte. Dat begint aan de Atlantische Oceaan. Ook dit deel van het Atlasgebergte wordt bewoond door Berbers. Het zijn namelijk de oorspronkelijke bewoners van Marokko. Ondertussen komen we steeds dichter bij Marrakesh, de plaats waar we deze reis begonnen. We overnachten in hetzelfde hotel waar we ook verbleven tijdens de heenreis. Morgen zullen we van hieruit terug huiswaarts keren. En komt er een einde aan deze prachtige reis.